Woensdagavond werd de Partij van de Arbeid Nijmegen door de coalitiegenoten uit de coalitie gezet. Ik denk toch wel dat het hen tegengevallen is, de reactie. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Het zijn processen waar je ingaat en waarvan je niet altijd het einde goed kunt van voorspellen. En ze hebben waarschijnlijk gehoopt dat ze een andere wethouder zouden kunnen leveren. Ik geloof niet dat er niet rekening gehouden is met dit scenario. Seniorenpartij VSP komt nu met een wethouder. Er ligt nu een voordracht. Jan Soetelief heeft, zoals hij vanochtend in onze ontbijtshow vertelde, een behoorlijke achtergrond op dit dossier. Hè, ook behoorlijke kennis op dit dossier. Ja, dus er is wel geluisterd. Kan niet anders, anders wordt hij niet voorgedragen. Of het vanaf het begin af aan serieus genomen is, dat weet ik niet. Jan Soetelief uit Bemmel krijgt de portefeuilles werk en inkomen en economie. En ik heb zelf heel wat jaren ervaring met het complexe dossier werk en inkomen. Ik ben ooit samen met een compagnon directeur van een reïntegratiebureau geweest een aantal jaren geleden. Heb voor sommige gemeenten ook echt moeilijke dossiers op het gebied van reïntegratie bij de kop gehad. Dus ik weet vanaf de werkvloer tot zeg maar het bestuurlijke vlak wat er aan de orde is en wat er moet gebeuren. Naar eigen zeggen heeft hij dus inderdaad een hele nauwe betrokkenheid, sterker nog kennis van het dossier waar hij op zit, werk en inkomen. Heeft daar verschillend advieswerk in gedaan, allerlei functies, allerlei adviesfuncties. Woont net buiten Nijmegen, buiten de gemeente Nijmegen heb ik begrepen, woont in Bemmel. En dat is wat we op dit moment van hem weten. Met de VSP in de coalitie is er maar een krappe meerderheid. Als er twee mensen uit van de raad afwezig zijn van de coalitiepartijen en het is een zwaar dossier, ja, dan komt het dossier er helemaal niet door. Want je moet de meerderheid van 39 zetels hebben, anders komt het er niet door.